je zit toch in de sfeer van Staphorsten als langgerekte huizen en de steeg. Dat is eigenlijk al een eerste impressie van het zijn in een andere wereld. De objecten die hier het meeste uitspringen in ons museum, dat is in de eerste plaats de klederdracht. En wat ook heel belangrijk is, naar aanleiding ook van die klederdracht, de tradities en de gewoonten en ook hoe de mensen vroeger daarmee omgingen. Wat ik eigenlijk zelf persoonlijk heel bijzonder vind van Staphorsten, dat zijn de onderscheidende elementen die Staphorsten heeft. En die moet je niet laten verdampen. Dat moet je echt met elkaar koesteren, uitdragen, vertellen.